43 jaar geleden werd de band opgericht en inmiddels is er het 33ste album van de Nits getiteld Angst. En daarin staan de herinneringen van de ouders en grootouders van bandlid Henk Hofstede tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Bijvoorbeeld in het nummer Radio Orange over zijn oma op de dag van de bevrijding. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Nederland is vrij. Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Wanneer u terugblikt op deze wereldstrijd, dan mag het even schijnen alsof zijn verloop natuurlijk vanzelfsprekend waren. Maar wanneer u let op de dieptepunten, dan beseft gij ineens dat uw bevrijding is een wonder. Ook zijn te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd. My mother had a headache on the 4th of May. After 5 years of darkness, there's light on Liberation Day. For this white breath falling, falling from the sky, and the people were singing and dancing in the street. She was in bed all day under the sheets. Too much light, too much light. After years of darkness, too much light. After years of darkness, darkness, too much light. After years of darkness, darkness, darkness.